De hervorming van het Vlaams secundair onderwijs, waarbij de schotten tussen ASO, TSO en BSO worden weggewerkt, moet nog goed en wel beginnen. Maar bij het stedelijk onderwijs in Antwerpen zijn ze een stapje voor. Dat is nu al hertekend. Alle 19 middelbare scholen vallen voortaan onder de koepelnaam Stedelijk Lyceum en zijn ingedeeld volgens zogenoemde interessedomeinen. Meer uitleg van Carlijn Everaat. Ja, je kunt daarmee beginnen. Gaat jij hier met gipscan? Maak dit met gipscan. In de richting computergestuurde werktuigmachines in het Stedelijk Lyceum Meijer leren leerlingen hoe ze via de computer een ontwerp kunnen maken en uitvoeren met een hoogtechnologische machine. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in techniek en in mijn handen werken, dus in deze richting heeft dat altijd wel goed kunnen voldoen. Melvin krijgt vanaf dit schooljaar nieuwe medeleerlingen. De afdeling Industriële Wetenschappen, die Emma volgt, is immers verhuisd naar deze locatie. Dat is een millimeter. Ze volgen elk hun interesse. Hij in een BSO-richting, zij in een TSO-richting. Al die leerlingen leren probleemoplossend te werken vanuit een onderzoeksvraag. Dat wordt in het latere leven gevraagd aan een schrijnwerker, aan een vliegtuigtechnicus, aan een ingenieur. Dus dat is wat ons hier allemaal in de school bindt. Het Stedelijk Lyceum organiseert zijn andere scholen ook rond interessedomeinen. 5 in totaal. Talen en cultuur, welzijn en maatschappij, economie, toerisme en sales, wetenschap en techniek, zoals hier, en kunst, design en media. Wij willen juist voorkomen dat leerlingen in het watervalsysteem terechtkomen en dat zij eigenlijk al heel duidelijk kiezen vanuit een interesse. En op welk niveau dan ook. Ga je iets leren van hem, denk je? Tuurlijk. Als ik een vraag heb over een CNC-machine, zou ik dat naar hem gaan vragen. Aan mijn klas kan ik dat niet vragen. Hè. Ik weet amper wat dat is, hoe dat je dat moet gebruiken. En als ik iets nodig heb, zou ik dat wel aan hem gaan vragen. Dus ik vind dat echt... Ik vind dat wel een goed iets dat wij naar hier zijn gekomen.